Als ik 17 jaar oud was, werd ik pater. Maar mijn moeder zei, ach jong, dat zal niet gaan. Maar ik koos een stille klooster langs het water, op wier oever eens mijn wiegje had gestaan. En Jozef die knikte, het is zo, Benedicamus Domino. Ja, nu eigenlijk het onderwerp van de film. Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik daartoe gekomen ben. Maar dat missiewerk daar en al die voluwees die met hun boeken prompten, dat stond mij niet erg aan. En ik heb een hele andere film gemaakt. Ik heb het leven van een jongetje, maar intussen zagen ze toch ook al de missies, hè? Een zwartje van een jaar of 13, 14, die heeft dus ook maanden en maanden met mij gereden, door Congo gereden. Enfin, door de missie van die ziekte van Kisantu. Hè. Dat was zijn rol, hè. Dat was zijn taak. Hè. Hij moest missiefilmen maken. Als werk in de sociëteit. Hè. Louis vat het plan op een film te gaan maken in Congo. Hij schrijft het scenario van een zwarte jongen die bij de jezuïeten onderricht geniet, maar die, bij voltooiing van zijn studies, zijn kleren weer inruilt voor het strooien rokje en opnieuw de broesen intrekt. Terug naar zijn roots, de stam van de Baholo's, waar hij is opgegroeid. Dat was waarschijnlijk een van de meest primitieve stammen die nog in Congo, in Belgisch Congo, leefden. Maar ja, iedereen liep daar nog, al de vrouwen liepen daar in hun blote. En dan heb ik aan de zusters van een andere post gevraagd om zo lapjes te maken die ze dus hier bonden en die boven hun borsten hing, omdat ze als een dans waren, omdat een beetje in die tijd, hè, waren we nog niet zoveel gewoon als nu, die hadden prachtige dansen. En tenslotte was die kleine jongen, was vandaar, die had ingezien dat hij met die evoluees en met al die beschaving, dat hij beter terug naar zijn dorp ging. En dat was dus feitelijk het idee van de film. Hij wordt aangetrokken door de grootstad en hij is kinderen dan slachtoffer, geraakt op de slechte weg, maar keert dan terug, ziet in dat hij naar zijn dorp moet terugkeren. Voordat iemand een jezuïet met een film naar buiten moest komen, was er een zekere toezicht over die film. Een censuur. En ik was daar volledig mee akkoord, maar er waren er die het niet goed vonden. Maar je begrijpt, dat was het tegenovergestelde van hetgeen dat mijn oversten van mij verwachten. Hè? Ik moest de zwartjes doen en dan naar omhoog gaan in het seminarie, waar dat ze dan priester werden. En deze deed het omgekeerde. Hè. En ja, feitelijk was dat voor mij zelfmoord. Hè. Dat was zelfmoord. Want als ik in België terugkwam, na een jaar ongeveer, het zat er direct op. Hè. Die film, dat ging niet. Hè. En ja, mijn filmcarrière was gedaan. Had het ooit gedacht, zelfs in de wereld van het lied, Gilbert Bécaud en Aznavour, geklopt door een jezuïet. Ja, het was toen in de jaren 60 iets fenomenaal dat een pater met de gitaar optrok en zong. Maar er was ook zo'n fenomeen in Frankrijk en medieval. En een van zijn liedjes heb ik een zin onthouden. Toen mijn vader en moeder liepen te vrijen langs de leien. Oei, oei.